Ha, Rick, ik heb twee pagina's. Die ranken allebei op de eerste pagina van Google. Maar je komt niet hoger dan de vijfde positie. Hoe kan dat dan eigenlijk? Nou, wat een superleuke vraag. Dan heb je namelijk last van interne concurrentie. Ook wel keyword cannibalisatie genoemd. Als je twee dezelfde pagina's hebt die scoren voor dezelfde zoektermen, gaan ze vechten voor een toppositie in Google. Je zou het een klein beetje kunnen vergelijken met een Formule 1 wedstrijd. Waarin de teamleden van hetzelfde team drukker zijn met het verslaan van hun directe teamgenoot dan dat ze bezig zijn met het winnen van de wedstrijd. Ze houden zich meer bezig met de beste zijn en de anderen gaan er met de winst vandoor. In de praktijk zal je zien dat Google beide pagina's waardeert als matig en geen van de twee als perfect. Google heeft er namelijk moeite mee om te bepalen welk van de twee pagina's het meest relevant is voor dat specifieke zoekwoord. Wat er vervolgens voor zorgt dat ze beide minder goed ranken in Google. Maar hoe los je dit nou op? De beste manier om dit op te lossen is dus door te starten met een goed en grondig zoekwoordenonderzoek en een mapping van de zoekwoorden. Een mapping van de zoekwoorden houdt in dat je alle zoektermen een plekje geeft binnen de website. Je wijst als het ware zelf de best passende landingspagina aan voor de zoekopdracht. De pagina die jij wil dat er gaat ranken op dat specifieke zoekwoord. Die specifieke pagina's ga je optimaliseren voor de zoekwoorden die je daaraan hebt toegewezen. Als je ziet dat er toch meerdere pagina's ranken op één en hetzelfde zoekwoord, kan je bepalen wat er nodig is om dit te verhelpen. Je kan namelijk grofweg drie dingen doen. De eerste mogelijkheid die je hebt is om de content samen te voegen, zodat er één sterker artikel ontstaat. De andere mogelijkheid is het artikel wat je niet wil laten scoren deoptimaliseren, zodat de waarde van die pagina op dat zoekwoord minder wordt. Of de meest lastige, het optimaliseren van de beste pagina, zodat voor Google boven kijf staat welke pagina zou moeten ranken voor dit zoekwoord. Het oplossen van interne concurrentie kan dus redelijk eenvoudig zijn. Het vaststellen is alleen wel een proces wat meerdere keren uitgevoerd moet worden. Zeker als je veel content produceert, kan interne concurrentie komen en gaan. Wat het resultaat is van het verhelpen van de interne concurrentie is te zien aan de volgende praktijkcasussen. In deze afbeelding zie je dat er drie verschillende pagina's rankten voor één zoekwoord. Ieder lijntje staat gelijk aan één pagina. Geel, blauw en rood dus. Google heeft drie pagina's relevant gevonden voor dit zoekwoord. En toen er meer dan één pagina rankte voor hetzelfde zoekwoord, kwamen we niet verder dan positie 3. En eventjes voor de goede orde, het gaat hier niet om een lullig zoekwoordje. Het is een zoekwoord van 6600 zoekopdrachten per maand. Op één komen heeft een flinke impact dus voor de klant. Een ander voorbeeld is hier te zien, waarbij de nieuwe sterke landingspagina's waren toegevoegd die we eigenlijk wilden laten ranken. In dit geval was het niet mogelijk om de groene pagina te deoptimaliseren of om de content samen te voegen. We hebben dit opgelost met externe en interne linkbuilding.